de sprint met Garcia en Berasategui die daar als eerste aangaat voor Euskaltel. Angel Fuentes die dan uit het wiel komt van de man van de Baskische formatie. En het is Fuentes die het gaat halen voor Berasategui en Mattia Baez. De tussensprint in Villanueva de Argaño. Naar rechts voor IF Education Jens Keukeleire, die nog wat aan het drinken is. De enige Belg in dit peloton. Het is Baez die is gaan aanvallen vooraan. En hij heeft enkele lengte. Angel Fuentes die probeert er naartoe te rijden. Ze zitten in de laatste hectometers voor die doorkomst op de Alto del Aguilón. Angel Fuentes gaat hier net als bij de tussensprint ook hier de volle buit pakken. Daar lijkt het op. De man van Burgos Beache doet een gooi naar de rode trui. 6 punten te verdienen. 6, 4, 2 en 1 op de top. Je zou zeggen, ja, is weg. Kijk, hij valt ook stil. Hè? Berasategui er naartoe. Erop en erover. Ja, iets te vroeg die aanval ingezet. Angel Fuentes. Andin is goed. Javier Berasategui. Hij gaat als eerste bovenkomen op de Aguilón. En de 6 punten meegraaien. Intussen wordt de eerste van de vlucht van de dag opgeraapt door het peloton. En dat lijkt me Angel Fuentes te zijn. Dat is een job gedaan wel door die tussensprint te winnen. En deze drie die houden het ook voor bekeken. Dus zometeen hebben we nog één eenzame leider. Mattia Baez, de Italiaan van Eolo Cometa. Met een 20-tal seconden voorsprong op het jagende peloton. Nog altijd de mannen van UAE in dienst van Juan Sebastian Molano. Benieuwd wie dat is. Wie er daar geprofiteerd heeft. Eentje van Bora. Lennart Kemna wordt gemeld. De Duitser. Nou, dat is toch een rare move. Kemna is toch... Nee, het is... toch het is Kemna, ja. Inderdaad, de bevestiging. Op iets meer dan 8 kilometer van de streep, een poging van de Duitser. Maar in de laatste 3 kilometer zal zijn onderneming ten einde zijn. Buitrago daar in tweede positie voor Bahrein Victorious. Keukeleire zit daar ook nog vooraan. De mannen van Cajar Ural melden zich ook. Die laatste bocht naar rechts hebben we dus ook gehad op de Calle Vitoria. Luis Leon Sanchez zit daar ook nog vooraan. Molano in het wiel van Luis Leon Sanchez. Garcia Cortina is de man van Movistar. Is dat Keukeleire daar voor IF Education in tweede positie van de roze hemden? Oh, hij heeft gesloten zitten. Keukeleire zit te ver. Oei. Molano links, nu rechts van de weg, Molano. En er gaat niks aan te doen zijn aan Juan Sebastian Molano. Chroniek van een aangekondigde overwinning. Ivan Garcia Cortina nog net tweede. Het is de Colombiaan die hem pakt. Hij rond het werk van UAE van de hele dag af. Als hij vertrekt. Het is precies, dat is allemaal stilstaan daar. Kijk, zo snel had hij erover. Het is Keukeleire die zich daar nog probeert te bemoeien. Links in het roze. En rechts hebben we daar ook nog Ivan Garcia Cortina. Die komt aandringen. De man van Jumbo-Visma is Affini. Die is derde.
de top 10 met Molano, Cortina, Affini, Koretsky van Bora-Hansgrohe, de mountainbiker uit Frankrijk op 4. Yuri Leitao voor Caja Rural, de Portugees die we kennen van de piste op 5. Dan Vendrame, Brambilla, Peñalver voor Burgos BHC meegesprint. Sean Quinn was de man van EF Education. En dan Vlasov. Het klassement, dankzij de bonificatieseconde. Juan Sebastian Molano, de eerste leider in deze ronde van Burgos, met 4 seconden voorsprong op Ivan Garcia Cortina. Dan Affini op 8 seconden, Koretsky. En de rest volgen op 10 seconden.